Bij Eindhoven Airport wordt hard gewerkt aan de transformatie van het gehele luchthavengebied. Bij deze herinrichting zoekt Eindhoven Airport de balans op tussen het stedelijke karakter van Brainport en het landelijke gezicht van de grotere regio. Daarmee haakt de luchthaven aan bij andere initiatieven in de regio, zoals het Van Gogh Nationaal Park. Wat hier gemaakt wordt, de boulevard, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van een stad-landsverbinding waarbij je midden in die stedelijke drukte hier een groen park maakt, hè, met verhalen erin, met een bepaalde boomsoorten. En dat is eigenlijk een weerspiegeling van wat we in het Van Gogh Nationaal Park willen. Om de ambitie waar te maken zijn in de aanleg van het vernieuwende luchthavengebied bewuste keuzes gemaakt. Die passen in de grotere regionale visie. Kijk, de eerste bomen staan er. Echte Brabantse dennen. En je ziet meteen dat er een hele nieuwe wereld ontstaat. We hebben ze speciaal uitgezocht op deze maat, zodat er meteen ook echt iets staat. Verderop staan walnoten, een prachtige boom en wordt ook in de meubelindustrie gebruikt. Dus we proberen bomen aan te planten die niet alleen mooi zijn, maar ook een bijzondere betekenis hebben. Naast de keuze van het groen wordt er ook veel aandacht besteed aan een goede uitvoering van de beplanting. Waarbij ook gekeken is op de impact ervan op de bezoekers van Eindhoven Airport. De doelstelling van dit project is dat de reiziger niet ervaart dat hij door een bouwput loopt. Dit doen we door middel van een logische frasering waar de reiziger over een comfortabele loopstrook en herkenbare wayfinding de reis kan vervolgen. Voor ons als Strabag is dit project pas een succes als wij een mooi buitengebied opleveren voor Eindhoven Airport, waarmee zij klaar zijn voor de toekomst. En deze toekomstvisie gaat verder dan alleen de focus op het luchthavengebied. En ik zou daar de uitdaging aan willen toevoegen van probeer dan ook een gedurfde stappen te doen in het verder verduurzaming van die luchtvaartsector.